Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, dames en heren, van harte welkom bij deze premium, zwaar premium interview. Want daarom deel ik hem ook niet live met mensen, want het is een hele bijzondere dag vandaag. Als eerste is het 10 maart, het is precies op de kop af, de derde maand is afgelopen sinds ik met podcasten ben begonnen. En daar heb ik twee fantastische gasten voor uitgenodigd. We hebben uitgebreid lekkerste appeltaart die je kon eten, hebben we zojuist gewoon genuttigd. We hebben alle lekkerste... ze gaan het zo meteen vertellen wat ik gedronken heb net. Er zat geen alcohol in, ik beloof het je. Gaan we zo meteen over hebben, want we hebben het al uitgebreid gevierd. En ik heb hier in de studio twee prachtig mooie mensen, waarvan ik nooit dacht dat ze zouden bestaan. En dat ze bestaan nog. Het is net als met Kerstman of M&M's. Je weet dat ze niet, die denken dat ze niet bestaan. Dan kijken ze in hun ogen, ze bestaan gewoon. Jullie bestaan gewoon. En weet je, het is zo'n mooie voorgeschiedenis. Het is zo gaaf om te zien wat er binnen, nou ja, weet je, minder dan twee maanden met relaties gebeurt, met mensen gebeurt, met liefde gebeurt, met vriendschappen gebeurt. 8 weken geleden kende ik ze gewoon niet. Weet je, 8 weken geleden bestonden ze niet in mijn bewustzijn of in mijn leven. Waarschijnlijk waren ze langzaam aan het penetreren, langzaam aan het binnenkomen. Maar ik heb echt sinds 7 weken, amper volgens mij 8 weken geleden, heb ik ze ontmoet. En ze hebben mijn leven, het leven van mijn gezin, van Chantal en de kinderen, maar ook het leven van de community gewoon helemaal op zijn kop gezet. Want als je zo meteen gaat horen wie het zijn, dan weet je het meteen. Maar het is zo mooi om te zien hoe twee geweldige, mooie, doelgerichte, liefdevolle, spirituele, gave ondernemers bezig zijn om hun hele systeem, hun hele levensstijl, alles wat ze daarvoor hadden gezien als zijnde van, nou, dat doen we liever niet. We blijven maar digibeet, we zijn maar onzichtbaar. Helemaal om te turnen tot echt meest zichtbare mensen die ik ken. Ze krijgen van alle kanten, ze krijgen fans op hun handen. Sinds ze bezig zijn op LinkedIn, kunnen ze niet meer zonder LinkedIn. En echt, ze zijn zoveel doorbraken tegelijkertijd achter elkaar aan het inzetten. Dat ik denk van, Jesus Christ, kan het ergens stoppen? Dus weet je, ik wil heel graag jullie aandacht en applaus voor niemand minder. Ja, Marianne en Wim, wat geweldig dat jullie zijn. Wat is het toch een eer om jullie hier in de studio te hebben. Van harte welkom. Het is een eer om hier te zijn. hartstikke leuk, Aramik. Ja, gaaf, hè? Ja. En we hebben nog nooit elkaar gezien, toch? Nooit live, nee. Nee, nooit live. We hebben elkaar alleen maar uit de Zoom kennen we elkaar. Ja. Dus dan mocht het... Ik ga even iets dichter bij Wim zitten. mocht er ongemakkelijk overkomen, stel je dat je denkt van, waarom kijken we af en toe elkaar aan? Is echt wat, normaal gesproken zien we elkaar op zo'n scherm. Dan is het hartstikke leuk als je al Wim zag. Want soms doet hij gewoon zo, dan valt hij van... van het scherm af. Van het scherm. En dat zet hij natuurlijk later, Marianne, natuurlijk op LinkedIn. Dus iedereen kan zien hoe zichtbaar onzichtbaar Wim is geworden. Maar vertel, wie zijn jullie voor de kijker, voor de luisteraar die jullie niet kent? Wil jullie alsjeblieft voorstellen om te beginnen met Marianne? Wie ben je, wat doe je en waar kunnen wij je 's nachts voor wakker maken, lieve Marianne? Zo, dat zijn 3 vragen. Ik ben Marianne. Yes. Dag Aramik. Dag Aramik. Fantastisch dat je er bent. Ja. Yes. En wie ben je, wat doe je? Ik ben een nieuw bedrijf aan het opstarten. Het is totaal verschillend, totaal nieuw van wat we kunnen. We zijn nog nooit in gedachten zelfs bezig geweest met digitaal bedrijf. Gewoon echt niet. We zijn echt van die mensen die in de grond willen werken. Met de handen en de voeten en de scheppen. En natuur en persoonlijke mensencontacten verder niet. En vooral geen Facebook en weet ik wat voor social media. Nee. En wat was je 3e vraag? Die ben ik kwijt. Waar kan ik je 's nachts wakker maken? Oh, die heeft me iemand anders ook al eens gevraagd. Ja, er zijn verschillende dingen, maar mijn grote passie is toch wel dit bedrijf. Oh. En vandaag droomde ik er zelfs van, maar dat was echt niet jouw systeem. Het was een ander systeem. Geeft helemaal niet. Fijn dat je met iemand anders vreemd gaat in je dromen. Dat vind ik helemaal leuk. Zolang het echte leven niet gebeurd heeft, vinden we allemaal prima. Ga lekker honger krijgen ergens anders, kom bij mij eten. Ik vind het helemaal cool. Ik was er verbaasd van. Vond het gek. Geweldig, ja. Leuk. En hoe lang kennen jullie elkaar? Waar kennen jullie elkaar? Ik weet helemaal geen voorgeschiedenis van jullie. Nee, dat klopt. Afgelopen jaar hebben we ons 25-jarig huwelijksfeest gevierd. Ja. Oh, echt? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. En wij kennen elkaar 25, 35, 40. Ja, 40 jaar ja. Wel, denk ik. Ja. Oké, en waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Bij een lichtfietswedstrijd.
Bij een lichtvis. Oh, tuurlijk, lichtviswedstrijd. Nu, ik moet verbanden gaan leggen. Was jij aan het lichtvissen? Ja. Was jij een van de pietspoezen? Of nee, ik kwam alleen maar kijken. Je was niet voor die jonge gasten met enorm heerlijk lekker lijven, maar je was gewoon om te kijken. Ja, ik was om te kijken. Ik was wel gepassioneerd voor fietsen. Alleen had ik met mijn toenmalige partner een grote, gewone racefiets. Een hele mooie. Okay. En die hebben we op ons kleine autootje gezet. Op een klein eentje. Okay. Rechtop, dat was ook heel groot. En daar gingen we dus van... Waar woonden we? Ook in Limburg. Ja, ja, in Limburg, naar Kerkrade. Daar waar hij dan die wedstrijd had. Okay, wow. En daar werd die fiets natuurlijk ook van dat ding afgehaald. Want die moest ook geshowt worden. En, tuurlijk. Ja, toen heb ik die strijd bekeken. En ondertussen... Dus jij was in een relatie toen je hem eigenlijk voor het eerst... Ja. En in de pauze kwamen mijn relatie en ik hem tegen. Oké. Okay. Ook voor hem was jij vreemd en voor elkaar kenden we elkaar allemaal niet. Oh, wat geweldig. En hij had Pukkels. Ja, ik zag en dat niet was interessant. Wim met Pukkels. Hoe dat er goed gekomen ik is. Ik wou net zeggen, wat gebruiken ze dit ik doe. Nou, dat vertelt mijn blogstukje. Oh, goed zo. Ik ben begonnen met een blogje over hem. Over Pukkels van Wim. Nou, lekker dan, jongen. Echt. Nou, Chantal, als je die door... Nee, maar begin al mijn Pukkels, hoor, schat. Oh, geweldig. Oké, wauw. En wat was jouw indruk dan? Je was natuurlijk een beroemdheid in Kerkrade. Je was de lichtviskampioen natuurlijk. Ja. Je dacht, wie zo'n lekker wijf met een relatie die komt al aanwaaien. Ja, wat moet ik ermee? Nou, het punt was, ik was aan het fietsen. En ja. Ik brouwde er niet echt heel veel van. Ja, niet dat ik als laatste over de meet kwam, maar ook niet als eerste. Dus klopt. Gewoon lekker spelen. Lekker spelen. Daarna had ik ontzettende dorst en moest ik drinken. En ja, daarna ben ik met mijn handen op mijn nieren gaan staan. Gewoon, hè, zo. Dat, ja. Dus ja, en toen zei Marjan tegen mij van... ja, dat is niet goed met jou, hè? Je houdt je... Dat zag ze precies. Waar je handen zijn, is je zwakke plek. Dus mijn nieren had ik dus gewoon half kapot gedronken, zou ik maar zeggen. Dus ik denk, wauw, dat is wel heel interessante informatie. Hoe kom je eraan? Enzovoort. En toen kwam er uit dat... ze heeft ooit macrobiotiek gestudeerd. En dat vond ik natuurlijk ook wel, wat dat betreft, heel interessant. En toen ben ik ook macrobiotiek gaan bestuderen in Antwerpen. Dus, oh, echt? Ja, dat heeft me niet meer losgelaten eigenlijk tot nu toe. Wow. Want een paar jaar daarna werd ik Europees kampioen met lichtfietsen op een internationaal veld. En dat weten wij allemaal niet over jou. Nee, wat vet. Het is 1986-87. Dus, fantastisch, Maradona werd wereldkampioen en jij werd Europees kampioen. Vind ik best handig. Ja, klopt. Ja, ik kon alles en ik hoefde maar één glas thee te drinken en kon de volgende manche rijden. Terwijl normaal ik in andere wedstrijden gewoon liters moest drinken om het bij te houden. Wauw. Ja, dus dat was een groot verschil. Geweldig, dus dat was eigenlijk door toedoen van Marianne. Ja, dat was... Zij heeft je kampioen gemaakt, laat ik zo zeggen. Ja, zij heeft mijn kampioen. Voordat je haar ontmoette was je de amateur en door haar ben je kampioen geworden. Ja, dat klopt. Je speelde in de Eredivisie onderaan de regio en door haar ben je Champions League gaan winnen. Ja, klopt. Nou, het leuke was dat er was natuurlijk een hele groep die met elkaar op vakantie gingen daar en lekker wedstrijden deden. En die groep die begon door te krijgen in de loop van de tijd dat ik goed kon koken. En ik ging voor hem mee om te koken. En je had nog geen relatie? Jawel. Of wel? Oké. Okay. Toen wel. Okay. Ja, in 87 zeker. Ja, dat gaat even met de vogelvlucht. Ja. Dus die hele groep had door dat ik goed kookte en waarom ik zo kookte. En er waren er verschillende bij die wilden meedoen. Dus ik moest voor een hele club koken. Geweldig. En daarna konden ze dan die wedstrijd rijden en dan won hij nog. Oh, wat fantastisch. Ja. Wat maakte dat je voor haar ging? Dat was eerst ontmoeting en dan? Je zat onder Pukkels en je had iets met de nieren bij jou. Je was een amateur ergens onderaan de regionen. Liefde van over, de man. Over status. Liefde van de man gaat door de maag, hè? Oh, er zit wel meer bij, hoor. Heerlijk, maakt me niet uit. Als de maag gevuld wordt, is het... Je weet er alles van, toch, hè? Ja. Definitely. En je zat toen in een relatie, Marjan. Hoe ging dat dan bij jou? Had je een relatie toen, Wim? Had jij een vriendin? Ik heb... Ja, toen ja. Nee, toen niet. Nee, toen niet. Elkaar maar daarna niet. Nog wel. Ja. Okay. Daarna wel. En daarna is die relatie gekomen. Oké, en hoe is die relatie gekomen uiteindelijk? Van die eerste ontmoeting met die gozer met die Pukkels. Die last had van zijn nieren. Ja. Nou, je werd huisvriend. Ja. Dat had niks met relatie te maken. En ook helemaal niet. Het was gewoon huisvriend. Ja, klopt. Dat heeft lang geduurd. Ja. Echt? Ja, dat heeft best lang geduurd. Ja. Ja, hoe lang weet ik niet meer. Hoor.
op een gegeven moment waren we allebei vrijgezel. Ja. Op een gegeven moment is de relatie uitgegaan met jouw toenmalige vriend. Met jouw we waren allebei vrijgezel. Ik had toen ook een relatie gehad, die is ook uitgegaan. Ja. En ja, daarna zijn we tot elkaar gekomen gewoon weer. Geweldig. Ja. Dus, jeetje, wat cool. En wat heb je toen gedaan? Jullie hebben verschillende bedrijven gehad. Wat deed je toen, behalve lichtfietsen? Heet dat lichtfietsen? Lichtfietsen, ja. Wel. Ja, recumbent bicycles. Hoe? Recumbent. Recumbent bicycle. Ja. Oké, okay. Wow. Mooie titels. I'm the European champion of recumbent bicycles. Ja, dat klinkt echt super luxe. Yes. Ja. Recumbent is easy. Cool. Oké. En had je, als je daarnaast een baan had, je een onderneming? Ik bedoel, wat was daar de achtergrond van? Ik ben altijd in administratie gewerkt. Ik ben salarisadministrateur, het grootste deel van mijn leven. Mm-hmm. Maar ik vond dat in het begin wel interessant, omdat we net met computers werkten. Dat was de opkomst van de computers in die tijd. Hè. Vond ik wel superleuk. En gehopt van baan naar baan, maar op een gegeven moment vond ik de administratie maar saai eigenlijk. Mm-hmm. En toen zei ik op een gegeven moment, toen bij Marjan was, van ja, ik heb niet meer zo'n zin in, weet je wel. Dus ik wil eigenlijk wel met die lichtfietsen iets gaan doen. En toen zijn we een lichtfietswinkel begonnen. En een klein fabriekje gehad, we hebben rug-en-rug tandems gebouwd. Dan zit je met de ruggen achter elkaar en dan... Dan fiets jij die kant, die was die andere. Die, dan krijg je een ontzettend lange tandem. Die is op LinkedIn geweest ook. Ja, ik heb die foto gezien. Ja. In een gele fiets was dat. Met een Nee, niet geel. Dat is gewoon een driewieler. Oh, een driewieler, oké. Okay. Ja, ik ga altijd terug naar mijn kleutertijd soms. Maar. Geweldig. Ja, ik ook. Ik doe dat heel graag. Oh, heerlijk. Ja. En toen lichtfiets gehad en toen? Lichtfietswinkel. Lichtfietswinkel. Ja, daarna heb ik ook nog chakra-therapie bestudeerd. Mm-hmm. En ben ik met spirituele zaken bezig geweest. Ook noem eens wat je gedaan hebt, spiritueel. Tegenwoordig is spiritueel bijna alles, dus wat heb je daarin gedaan? We zijn veel bij shamanen bezig geweest, Marjan en ik samen. We hebben les gehad van shamanen. In Nederland, Europa, Nederland. En ik heb België nog. Ik ben bij Jos Kassoos geweest in Antwerpen. Oké. Okay. Een Hongaarse sjamaan die in Antwerpen woonde. Oké. Okay. Ja. En shamanen, why? Hebben we shamanen nodig? Wat is er zo geweldig aan shamanen? Nee, je kijkt hem aan, dus dan hou ik mijn mond. Nee. Jij begon met shamanen, dus ik ga jou aanspreken. We hebben al veel verhalen. Ja, ja, kom maar op, ik heb alle tijd. Shamaan. Wat is een shamaan? Laat voor de mensen luisteren die niet weten wie of wat shamaan is. Want daar zijn zoveel benoemingen. Eigenlijk is het heel simpel. Maar wil je het alsjeblieft simpel toch ons vertellen? Wat zijn de shamanen? Waarom, wat doen ze? En waarom zijn ze zo broodnodig in deze maatschappij? Shamanen zijn... Het leuke is dat jij het vraagt op een manier dat ik denk dat jij weet wat een shamaan is. Shamanen... Nou, net niet mijn bedoeling. Shamanen zijn mensen, meestal zijn het mannen, oorspronkelijk in ieder geval. Het zijn mensen die zeer sterk verbonden zijn met de natuur. In een, tegenwoordig noemen we het helderziendheid, dat soort dingen. Maar het gaat verder dan dat. Het is diep, diep van binnen trilt het met de aarde, met de kosmos. En zij vol weten op een ontzettend diepe manier die niet in woorden te vatten is. Ze handelen met voorkennis, zeg maar. Voorkennis kan ik het niet noemen. Maar het is kennis van het Shambhala, van het veld wat om ons heen is, waar alles is en niets is. Daar zitten zij ook. En ja, zij weten de antwoorden op de vragen van hun klanten, zeg maar. Dus die klanten kunnen geestelijke pijn hebben of fysieke pijn hebben. Het maakt niet uit wat ze hebben, of ze bijna doodgaan. Ze weten een antwoord op een gegeven moment door een ritueel wat ze doen. En daar gebeuren ook hele mooie genezingen, ook wonderbaarlijke genezingen. En ja, wonderen bestaan, dat is voor mij zeker. Dat is helder. Ja. En wat is jouw verbinding daarmee? Wat heb jij zo al gezien dat je dacht van, oh man, dat was zo bijzonder om te zien? Ik heb geen genezingen meegemaakt van shamanen. Ik heb ze opgezocht op een gegeven moment. Mensen kwamen op mijn pad, net zoals jij op mijn pad kwam. En dat is een logisch gevolg in mijn leven, dat er mensen op mijn pad komen. En niet altijd leuk geweest, maar tegenwoordig is het heel leuk. En wat heb ik gezien? Ik heb het gevoeld. En ik wist dat ik daar moest zijn. En ik heb ook les gehad van een leerling van Joska. Die kwam uit Amsterdam. Zit hij nog, denk ik. En die was heel vaak in Altai, in het Russische.
En ik had het gevoel dat ik daar met hem mee naartoe wilde op een gegeven moment. Van Wim kreeg ik ook allerlei dingetjes om op reis mee te nemen als het zover was. Het is er nooit van gekomen. Maar ik ben paardrijles gaan nemen, want ze reden daar op paardjes. En dat vond ik toch wel, moest ik toch wel leren paardrijden. Ja, dus shamanen, leerling van de Belgische shamanen toen, dat gebeurde daar? Ja, op een gegeven moment wordt het te druk en verandert het leven. Er gebeurt van alles. Ja, wat is er gebeurd? Na de shamanen, ja, ik was nog in een opleiding reïncarnatietherapie. Okay. En dat werd te druk natuurlijk met afstuderen en zo. Dat was, pittig. Ja, dat was pittig. Pittig. Ja. Wat is het mooiste wat je aan shamanen hebt, van shamanen hebt geleerd in die tijd? Ja, het mooiste is dat, dat wij in een soort trance gingen terwijl hij muziek klank maakte. Doen wij tegenwoordig, kunnen we dat ook. Hij maakte klanken met zijn allerlei, met klankschalen, maar ook met zijn trom en zijn zang en van alles. Dan zaten wij in trance, maar doordat hij die klanken ook maakte, bleven we in een stukje oppervlak, zeg maar. We gingen niet te diep, meestal. En konden naar de hand onze verhalen vertellen die we hadden meegemaakt. Dus we maakten echt letterlijk transreizen. Precies, de transdances, de transreizen. Ja, transdans heb ik ook gedaan, ja. En hoe lang geleden is dit eigenlijk, als we terugkijken? Tjoe. Dat is lang geleden. 30, 40 jaar geleden? Toen al? Ja, ik denk het wel. Ja. Zoiets. Ja. En toen, hoe is de ontwikkeling daarna gegaan met jou? Toen is het druk geworden en toen? Ja, het werd natuurlijk druk met mijn werk. Ik bedoel, ik heb 12,5 jaar heb ik dat reïncarnatietherapiewerk gedaan. En ook wel meditaties en van alles geleid, visualisaties. Dus daar heb ik gewoon, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Ondertussen hadden we een paard gekocht en reed ik op paard. En daar moest ik iedere dag naartoe fietsen. 6 kilometer op, 6 kilometer neer. Ja, gewoon lekker. En dat heb ik heel lang gedaan. Totdat we daar vertrokken. Toen zijn we naar een boerderij gegaan, toch? Ja, toen zijn we naar de boerderij gegaan. Okay. Paard wilde naar een boerderij, dus we zijn meegegaan. Okay. Paard besloot, ja, natuurlijk. Dus we zijn maar meegegaan. Ja, ja. Nou, het begon eigenlijk met de shamanentrom. Die shamaan waar we les van hadden, die naar Altai ging, die had een paardentrom. En tijdens een van de sessies voelde ik dat het een paardentrom was. Toen bekende hij het. Toen zei hij ook van, ja, dit is een paardenvel. Ah. Dus ik had hem gevoeld en hij zong er ook op een paardenmanier bij. En toen wou ik zelf een trom bouwen. En toen heb ik een trom gaan bouwen tussendoor nog eens een keer. Oh, echt? Ja, grote paardentrom gebouwd. En later wou ik nog een dondertrom hebben. Toen kwam ik daar bij die bouwer, die zat in Zeeland. En toen wilde ik die dondertrom kwam ik voor. En dat was een heel kleintje, dat was iets van 30 centimeter of zo. Ik kom daar, er ligt dus een tromdrum op tafel van een meter. 30 centimeter hoog. Maar niet een 30 centimeter bij 20. En hij was niet thuis. Dus ik had zoiets, ik zeg tegen zijn vriendin van... Ik kom voor een dondertrom. Ja, die ligt op tafel. Ik zeg, nou, ik zie alleen maar zo'n groot ding liggen. Komt hij terug, had hij dus bedacht dat het die trom ging worden. Dus het is een trom geworden van een meter. En die hangt in een frame. En die hebben we zelf gebouwd. Dus die heb ik gebouwd samen met hem daar. En de hoepel, dus het vel op zich, was een hele grote koe. Een hele groot koeienvel. En heb ik mee naar huis genomen. Heb ik zelf moeten drogen natuurlijk, buiten. Stinken. En dan weer terug. En dan, het was echt heel erg. En dan erop bouwen. Nog een keer terug. En dan moest die trom nog geschilderd worden. Dan heb ik alle sterrenbeelden opgeschilderd aan de buitenkant. En de binnenkant heb ik hem... zwart gemaakt. Dus een zwarte pijp, zeg maar. Ook al was die kort. En het vel heb ik wit gemaakt aan de binnenkant. Dus het is een tunnel waar mensen ingaan. Als ze naar kijken. Prachtig. Ja, met die trom hebben we ook sessies gedaan. We waren toen met 3 mannen en ik dan. Een vrouw. En we hadden ieder een hoek in de kamer. Ik had een best groot, boven het lichtfietsbedrijf had ik een werkruimte. Die was heel groot. En daar hadden we ieder een hoek. En in het midden tussen ons in lag een cirkel van 10 mensen. Die lagen daar anderhalf uur van onze klankconcerten te genieten. Fantastisch. Ja, dat was echt geweldig. Wat ja. Vet. Tot het Dolby Surround zou je nu zeggen. Maar jullie waren letterlijk om hen heen. Gewoon wij liepen om ze heen. We bewogen ook. Ja, het bewoog. Jullie klanken bewogen ook. Wauw, geweldig. Ja, dus ik had natuurlijk mijn klankschalen wel op de grond liggen. Maar, of op staan. Maar
Ja, ik kon natuurlijk met klank, met mijn stem, met mijn trom. Ik kon overal mee sjouwen, behalve met die schalen eigenlijk. Ja. Gaaf. En de tampoeren, de sandawa. Sandawa, ja. India's instrument. Wat geweldig. Ja. En ik bedoel, als je dat fast forward gaat doen, waar je nu zijn. Ja. Vanuit die sfeer, vanuit die rituelen, vanuit die meditatieve, bijna zeggen energie. Ja. Waar zijn jullie nu in beland? In godsnaam. Onbegrijpelijk. Ja. Ik heb ooit een Sound Healing concert mogen organiseren met Kailash Kokopelli. Dus ik kan een beetje wat voorstellen. Hij kwam uit Zweden. Hij had daar een sanctuary. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Ja, dat is eigenlijk een van de goede vrienden van Roy Martina. Okay. Daar heb ik hem ook ontmoet. Later heb ik met hem een concert gegeven. Maar inderdaad een Sound Healing concert waarop je gewoon 2,5 uur mensen gewoon gingen liggen in een hele grote taal. Zat hij daar met zijn hele orkest en alle dingen. Uh-huh. Echt fantastisch. Maar vanuit die sfeer, als je mij mee gaat nemen waar jullie nu mee bezig zijn. In het contrast. Waar zijn jullie nu mee bezig? Ja, dat is een vreselijk contrast. Jawel, hè, toch? Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Klopt. Ja. We hadden een camping, een minicamping. We hebben een boerenterrein gekocht destijds, 13 jaar geleden. En dat was gewoon een kaal boerenakker. Okay. Een lelijke kale boerenakker. Daar hebben we een rand, bomenrand omheen gezet. Oké, terug. Dit gaat mijn veld te snel. Ik ben helemaal afgeleid. Ik zie nog steeds bij mijn sjamaan. Vanwaar die beslissing om het te doen? Nou, vanwaar die beslissing, Marion? Vertel. Ja, die beslissing was een moeilijke. We zitten op een schitterend terrein, 4 hectare met een boerderij. Mm-hmm. We hebben alles daar zelf gedaan. De natuur, samen met de natuur natuurlijk, en de natuur nog harder dan wij. En we hebben zelf met eigen handen gedeeltelijk die boerderij een stuk verbouwd. En daar zijn we nog steeds mee bezig na 13 jaar. Er zit onze ziel en zaligheid. Mm-hmm. En we hebben zoiets van, we willen hier blijven tot onze laatste snik. Mm-hmm. We hebben een hypotheek. En we hebben geen geld. Dus vanwaar de beslissing. Wij moesten iets gaan doen. We hadden geen zin meer in de camping in verband met de vreemde maatregelen waar we ons aan zouden moeten houden in verband met corona. En dus die hebben we definitief gesloten. En toen hadden we zoiets van, oh, nou kunnen we wat anders. En toen kwam ik dus in contact met SOS en na de hand met Reset. Daar hebben we de een en ander geleerd. Ilka was voor ons. En SOS Reset is van succes geweest. Ze zijn begonnen tijdens corona met een prachtig mooie reeks van expertondernemers die ze dan uitnodigen om te vertellen, oké, hoe moet je nou deze periode doorgaan? Daar gaat het over. Ja, super. En toen? En toen zijn we met Ilko de Boer zijn we dus ingestapt als gamechanger. Ja. Dus dat hebben we een half jaar gedaan. En ja, toen hadden we zoiets van, en dit wordt het. We moesten wel even flink... hard werken. Nou, flink overleggen en zo. Ik had zoiets van yes! En hij had zoiets van... En aan de andere kant had hij zoiets van, kom ik dan eindelijk aan de bak? Want hij heeft zoveel te vertellen aan de wereld en ik ook. En hij had ineens, voelde hij ook van, oh, iemand zoiets van, ja, dan kan ik het gaan vertellen. Mooi. Dus het idee dat we het konden gaan vertellen in, we houden het dan even bij de Nederlandse taal, dat is voor het gemak en ook voor de hoeveelheid wat we te vertellen hebben. We zijn blij met de mogelijkheden die we krijgen langs digitale weg. Maar we moeten alles leren. Zoals? Wat moet je zo al leren? Neem ons mee in dat proces, want dat leren. Want dat vind ik leuk om te zien. Hoe gaat dat dan zoiets? Nou ja, om te beginnen, ik haat het Facebook. we waren natuurlijk wel een beetje op Facebook in verband met die camping. We hebben het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd, maar ik heb het niet lang volgehouden. En toen ben ik gewoon, ik heb hem dichtgegooid, ik heb hem niet eens afgemeld. Nee. En dat was alles. Dus heel het digitale niet. Ik zat wel te veel achter de computer en dat is voor mij ook niet echt gezond. Straling is niet leuk. Ik ben even de draad kwijt. Even de draad van wat voor nieuwe lessen moest je leren? Toen je omschakelde van Reset, van SOS, van Ilko. Hoe gaat dan de wereld van offline richting live voor prachtig twee mooie mensen die daar niet zo mee bekend zijn? Nou, de eerste lessen die ik leerde was kijken naar de video's van Ilko. Het was een eye-opener dat er Zoom bestond en dat je gewoon klik en dan had je zo'n les en nog een les en nog een les en gratis producten en wow. En we kunnen er zoveel van leren. Nou, daar kunnen we mee door. Het heeft maar heel weinig gekost. Leuk.
Ja, en na drie maanden waren we er natuurlijk nog niet. En toen wilden we de Master Movers gaan doen, maar daar hadden we geen geld voor. Toen hebben we gekeken van wat dan, want we voelden wel, we willen door, maar... Wat sprak je zo aan dat je door wilde? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, je hebt het gezien, op een gegeven moment moet je een keuze maken, slash van, oké, als dit de wereld is, toen positief, dus wat zag je ervoor positief? Hoe zag je de mogelijkheden toen? De mogelijkheden, die liet Eelco ons zien. Die liet Eelco ons zien en voelen, dat deed hij perfect. Geweldig. Hij vertelde echt van, wil je vrijheid? Moet je dit doen? Moet je automatiseren? Moet je de hele wereld vertellen wat je te vertellen hebt? Je maakt je producten, blablabla. Hartstikke mooi. Dus we hadden zoiets van, oh, we gaan onze producten maken. Nou, het heeft maanden geduurd voordat we überhaupt ons eerste product maakten. En dat is bij jou nou. Maar dan maak ik even een hele grote, grote buiging en, en een grote sprong. Ja, we moesten dus echt leren op LinkedIn. Daar wisten we niks van. Nou, dat was jouw gratis product. Dus nou, dat gaan we even leren. Ja. En dan, hey, 10 lessen, het zijn er maar 8. Nee, 12 lessen, het zijn er maar 10. 12 lessen zijn er maar 10. Aramik, even gemaild van, hey, hoe kan dit? We missen er 2. Ja, nee, die komen als je het af hebt, die 10. Oké, dan gaan we eerst die 10 maken. Nou, we zijn nu 7 weken verder bij die jou. Die 2 lessen heb je nog steeds niet gehad. Het is verdikken, maar nog niet af. Het is zo irritant. Geweldig, ja. Fantastisch. Oké, okay, toen bij LinkedIn, oké, dat heb je dan bij die cursus gedaan. Toen, wat gebeurde toen? Hoe kwamen jullie bij OBC terecht? Hoe kwamen we bij Online Business Campus terecht? Jeetje, hoe kwamen we daar terecht? Weet je dat nog? Nou, dat is een moeilijke. Ja. Zijn er een webinar geweest? Ja, dat was jouw webinar die... Ja, toen zijn we omgegaan. Nee. Ja, het kan niet anders, want als je naar Online Business Campus gaat, is er een webinar. Ja, maar daarvoor al. Ja, daarvoor hadden we wel goed contact over de mail. Daarvoor hadden we al contact, ja, dat vond zeker. Jij zo leuk, want we antwoorden altijd. Absoluut. Iedere mail, die zijn echt een van de weinigen die echt persoonlijke mailings gewoon terugstuurden. Maar niet alleen zomaar antwoorden, maar gewoon echt heel mooi, openhartig, eerlijk, gewoon terug antwoorden over het proces vertellen. Ja, daar zijn we mee bezig. Voor jou komt het nog. Je hebt aantal keer zelfs gezegd, ik vind je geweldig, maar voorlopig niet, want voorlopig hebben we deze weg gekozen. Voorlopig gaan. Dat was je heel ophartig en eerlijk en een heel, heel ontspannen. Dus dat was echt heel mooi om die relatie op die manier te doen. Toen zijn we naar een webinar gegaan. Ja, en wat maakt dat je bij Online Business Campus zijn aangesloten? Wat was daar anders? Of wat was dat dan? Nou ja, hoe gaat het dan bij jullie? Ik bedoel, ik daag jullie uit. Je moet op LinkedIn, je moet dingen gaan doen. Je gaat over gratis producten. Het is niet zo dat ik zeg, dit is exact wat jullie kunnen. Raad alsjeblieft doen. Nee, dat is totally niet. Uit de comfortzone om heel zachtjes zacht uit te gaan drukken. Ja, nou ja, werken vinden we niet erg. Dat zijn we gewend. Op welk gebied dus ook blijkbaar. Dit is ook werk. En ja, het kan ook. Dus als we dat besloten hebben, doen we dat. Maar even kijken, ja. Nou, de webinar, daar zaten een paar dames bij. En die Rianneke, vonden, Saskia, ja, Helen. Die vonden we heel interessant. Ja, die had ik omgekocht natuurlijk. Die blonken, ja, die heb je vast. Die heb ik omgekocht. Ja, die waren echt, die waren zo verbonden, ook met jou. En dat was merkbaar en voelbaar. En ik had zoiets van, ja, die zijn een tijdje met jou bezig. Geen idee hoe lang. Was helemaal nog niet zo lang. Van Saskia in ieder geval niet. Die was net begonnen. Ja, augustus of zo, hè? Ja. 27 augustus, zijn we hebben nog gaan, klopt. En ik begon daar vertrouwen in te krijgen, omdat er dus een paar mensen, vooral Saskia en Rianne, vielen erg op, Rianneke. Ja. We hadden zoiets van, ja, dat misschien moeten we dat maar eens gaan doen. Okay. En hoe was het bij jou, Wim? Ik bedoel, Marianne, haar verhaal ken ik wel, maar ik ga met de microfoon iets meer naar jou toe zetten. Ja. Hoe was het voor jou? Ik bedoel, jij bent de stille kracht. Jij bent gewoon de superman, zeg maar. Dat noemen we altijd. Achter een prachtig mooie, powervolle vrouw staat altijd achter en naast staat een nog sterkere, mooiere, geweldige, sexy man. Dus jij bent eigenlijk gewoon de belichaming daarvan. Maar hoe was het voor jou om zo in de flow van Marianne iemand anders weer te gaan vertrouwen? Want iets was het succesgist, daarna een Harm daarnaast, en daarna was er Eelco, daarna kwam ik erbij. Hoe was het voor jou, die overgang? Het is redelijk, het lijkt mij redelijk uit je comfortzone om te denken van, nou ja, oké, het voelt goed, oké, maar we hebben nog niks gezien, er zijn nog geen resultaten, we zitten midden in het proces. Nou, de overtuiging was in principe hoe je overkomt en hoe je de psychologie ook aanpakt bij de mensen. Ja. Dat vond ik heel weldoenend. Heel fijn eigenlijk. Dus dan denk je echt, het gaat niet alleen maar om de getalletjes en het aantal leads. Nee, het gaat ook om de persoonlijke ontwikkeling. En dat was voor mij... Want waarom is dat zo belangrijk voor jou? Persoonlijke ontwikkeling? Ja. Heel veel mensen vinden dat helemaal niet belangrijk.
heel veel mensen willen helemaal geld en leads en klanten. Joh. Wat maakt dat wel persoonlijk goed worden of niet? Ik ben eigenlijk ook wel een beetje mensenmens. Dus ja, dat klikt. En ja, we zitten ook met ideeën naar de toekomst toe. Dat, ja, we, dat noem eens dat dingen wat. Noem eens dat soort ideeën. Zoals wat? Wil je ideeën met ons delen? Ja. Jouw ideeën in dit geval. Mijn idee. Nou, als ik naar de maatschappij kijk zoals die nu is en denk van ja, het gaat alleen maar om bepaalde dingen. En het wezenlijke vergeten we dat we op een aardbol leven die voor ons gezorgd heeft heel ons leven lang. En daarmee omspringen, dat kan volgens mij op een andere manier, op een betere manier. En ja, dat we allemaal slaafjes zijn in principe van een andere macht. Dus laten we zeggen, ik zal het woord maar noemen, belastingdienst, overheden. Dat soort dingen. Terwijl we het veel economischer kunnen regelen met z'n allen. Zonder afhankelijk te zijn van een derde partij. En ja, dat is onze droom. Ik bedoel, ja, we hebben boeken gelezen over Anastasia. Ik weet niet of je daar iets van gehoord hebt. Zeker. En dan denk van, als ik dat lees, hoe die vrouw zegt van wat de ultieme oplossing zou kunnen zijn. Wat al lang voor de hand ligt. Ja. Wat absoluut niet ver weg is. Dus nee, niet klopt. Jumbo. Het is gewoon. Ja, het is geef gewoon. Iedereen een halve hectare of een hectare. Ja, het moet mogelijk zijn, maar een halve zal misschien net lukken. Als we het economisch aanpakken, elk gezinnetje dan. En ja, teel daar je groentes. Of niet. Maakt niet uit, maar maak daar je paradijs. En krijg het gratis van de overheid. Ja, niemand hoeft meer ver te rijden om naar vers eten te komen. En ja, dat ga ik een stukje van Anastasia vertellen. Gewoon maar vertellen. In principe is het zo, je gaat een verbintenis aan met iemand, je wil gaan trouwen of iets of samen gaan wonen. En je loopt door die community en zegt, we willen gaan samenwonen, gaan trouwen. Ja, hier heb je een stuk grond. En de een heeft een geit, de ander heeft kippen. En die komen op je feestje en die komen allerlei dingen brengen. Zodat je kan starten met je samenleving. En, zoals vroeger dus gewoon ging. Ja, je bouwt gewoon samen een huis. Al die tribes, alle communities, al die dorpen. Ja. Zijn op die manier. Ligt naast niet, de rivieren, naast waar het vruchtbaar grond was. Ja. Zo ging dat. Ja, en je hoeft niet allemaal een tuin te hebben of zo. Maar de ene gaat een zwembad in zijn tuin bouwen. En die nodigt je bij tijd en wijle uit om eens een keer lekker te gaan zwemmen. En die andere daar. Heeft een schommel, die andere heeft een trampoline. Ja. Ik denk, nou, dat is ideaal. En daar is geen geld mee gemoeid, nee. In principe. Dus een ideale leven, is dat de visie? Dat is een visie van ons. Dat we denken van, ja, dat zou zo fijn zijn. Prachtig. En dan hebben we tijd voor spiritualiteit, voor ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling, voor dat elkaar. We steeds op. Ja, precies. Dat lijkt ons droom. Oh, geweldig. En als je van die droom, als je dan praktisch wordt, want dromen naar echt doen. Mm-hmm. Wat zijn de eerste stappen, denk je? Waar moet onze maatschappij heen, vanuit jou gezien, vanuit jullie gezien, mm-hmm. om die daadwerkelijk te gaan manifesteren, de werkelijkheid te laten maken? Ja, er zijn een hoop opties. Kleine stappen. Er moet met kleine stapjes. In principe, ja, wij hebben een stukje grond natuurlijk. Wij zijn aan het kijken of we mogelijkheden kunnen creëren voor een kleine gemeenschap. Maar ja, dan ben je weer afhankelijk van het apparaat, het overheidsapparaat. Kan dat hoeven ze met bestemmingsplannen? Bestemmingsplannen, je moet weer goed gaan dokken om het te kunnen verwezenlijken. Voor je eigen grond nog meer dokken, ja, voor je klopt. Eigen rechten nog meer dokken. En eigenlijk is het jouw stukje. Dus, en andere mensen gaan zich met jouw stukje bemoeien. Nou snap ik, een beetje bemoeienis kan natuurlijk nodig zijn, want ik kan daar geen vuile boel van maken natuurlijk. Dat is niet oké. Je maar kan niet met een kantoor een feestje draaien, terwijl het... Ja, ook dat. Ja, waar we net even last van hadden. Misschien horen jullie dat. Ja, dat is zonde. Maar goed, ja, dat denk ik van... dat is de drive eigenlijk, waar we een beetje in zitten te worstelen en te kijken van hoe kunnen we dat... Want je zei net heel subtiel, zei je, dat is één van de... visies die we hebben. Wat voor visies hebben jullie nog meer? Want er zit zoveel dingen in jullie visies. Ik ben daar zo benieuwd. Vandaar dat dit mijn gelegenheid is aan jullie leren kennen. Wij meteen mensen met jullie laten leren kennen. Dus voor mij is dit gewoon leerschool. Dus wat zien jullie nog meer? Wat kunnen we nog meer doen? Ja, het gaat ook om je spirituele ontwikkeling dan. Ik bedoel, wij kunnen volgens mij vele malen meer dan dat we doen en dat we weten dat we kunnen. Ik heb het idee dat wij gewoon wandelende goden zijn in principe, van origin. Het klinkt natuurlijk heel raar als ik dat nu zo... Klinkt heel goed. Ik ga zeggen, hè? Kom alleen naar voren in de microfoon, want het wordt steeds zachter. Ja, we zijn in principe wandelende goden, maar er is ooit iets gebeurd, en ik weet niet precies wat, waardoor wij
ja. wandelende halfgoden zijn geworden. Wandelen, ja. Nou, misschien nog niet, nog minder misschien. Maar we hebben wel die potentie gehad om met onze mind dingen te kunnen doen die we niet kunnen. Ik bedoel, nou, we hebben maar twee strenge DNA die werken, terwijl we 12 strengen hebben. Dus wat is er met die rest aan de hand? Slaapt dat? Wordt dat nog een keer wakker? Nou, ik zou graag hebben dat hij een keer wakker wordt. Want dan zelfs als ik een keer een ongelukje heb en ben mijn vinger kwijt, bij wijze van spreken, net als een salamander. Dat aangroeien. Dat het gewoon weer aangroeit. En dat ik dat, ja, dat zou natuurlijk oké zijn. En ja, dat is een klein voorbeeldje natuurlijk. Want als ik 10% van mijn hersencapaciteit gebruik en ik zou 100% kunnen gebruiken, dat is 10 keer meer. Nou, wat kunnen we dan? Ik bedoel, ja, dan hoeven we het toch niet allemaal zo moeilijk te doen hier op deze aardbol. Dan kunnen we toch natuur manifesteren zoals we het willen hebben. En zo, waarom doen we dat niet? Ja, klopt. Ja, het is een kwestie van weten. En, ja. Is het echt een kwestie van weten? Er zijn zoveel boeken hierover geschreven. Er zijn zoveel mensen die dat weten. Ja. Maar wat hebben we niet dat het niet lukt? Zeg ik maar. Denk dat we geen tijd hebben. Is het gebrek aan tijd? Ik denk gebrek aan tijd en mogelijkheden om daarin te studeren. Voor onszelf, want we moeten dat zelf ontwikkelen. Dus eerst bewustwording wat je zegt. Dus eerst bestuderen. Oké, dan bestuderen we met z'n allen. Ja. Zeg maar jaren 60, 70, dan gaan we helemaal in de spiritualiteit, helemaal in de hippie tijd, gaan we studeren, komen allerlei bewegingen aan. Ja. Wat gebeurde? Komt Koreaoorlog, komt allerlei Watergate, Irangate, weet ik veel wat allemaal, terug in de wapenindustrie, zijn we weer terug bij af. Ja, klopt. Zo zijn we 50 jaar weer teruggeschopt ongeveer. Ja, ja, ja. Plus nog een paar oorlogen, nog een paar leuke dingen, vliegtuigen in het gebouw, nog meer wapens te gaan verkopen, / die. En nu helemaal, nu zijn we op een andere manier, worden we gemanipuleerd alle kanten van het huis. Dus wat is er dan dat we continu zo'n loop aan het lopen zijn? Wat hebben we nodig om daar uit te breken, als ik dat op die manier kan zeggen? Mm-hmm. En daarnaast, wat missen we dan? Wat is hetgene wat we nog niet bewust van zijn? Ja, ik denk wat we nodig hebben is dat we het aantal mensen hier bewust van worden. Kritische massa. Kritische massa. Oké. Ja, of Osho altijd zei, 1% van de totale mensheid uit de bevolking, en daar 10% van. Mm-hmm. Als die een bepaalde visie hebben, dan gaat dat gewoon gebeuren. Maar we zitten allemaal vast aan manipulaties via tv. Maar mensen willen niet. En die zien al. Maar ja, ik snap dat ze niet willen. Want ze zeggen letterlijk in mijn ogen: joh, ik vind het prima zo. Ja. Laat de overheid maar bepalen. Laat wie dan ook bepalen. Ja. Nu is de overheid de shark. Maar laat ander bepalen wat ik wil kijken. Dat vind ik prettiger. Want zij weten het beter dan ik. Dat is letterlijk wat we zeggen als we naar andere. Als ik mijn boterhammetjes maar kan halen en mijn autootje maar kan blijven rijden. Als mijn overheid mijn Toto Z, weet ik veel, al die hulpsteun dingen aanbiedt. Zie daar de horeca, zie daar de evenementen. Die gaan zelfs overheid smeken of ze alsjeblieft niet mee mogen doen met overheid. Ja. Als, weet ik veel, als welk middel dan ook, ik noem dat een NSB-middel, om nog meer te gaan helpen met het transport van mensen, zeg maar. Dus wat maakt dat de overmeerderheid daar gewoon lekker niet van gebruik wil maken. Terwijl dat in ons geboorterecht is, / in ons DNA zit. Ja, ja, ja. Ze willen, hoe noem je dat nou? Ik wil vrijheid. Mm-hmm. En, of tenminste, dat is wat ik wil. En ik denk dat zij alles voor niks willen hebben. Ja. Zoiets, denk ik. Ja. Is dat luiheid? Is dat gebrek aan visie? Het kan luiheid zijn, maar het kan ook zijn dat we hebben media die eenzijdig informatie geeft. Dat weten we al jaren. Dus Kosovo, oorlog van Kosovo, is jarenlang eenzijdig. Vooral met Srebrenica, al die oorlogen. Ja. Dat weten we. CNN, Fox News, weet ik veel. NPO 1, 2, 3. Het zijn al jaren middelen van oren. Dat hoef je helemaal niet. Dat is al jaren bekend. We zijn er zelfs trots op. Telegraafredacteur, Volkskrant-redacteur zeggen dat letterlijk. We kunnen niet van het beleid van de overheid afgaan. Als zij beleid neerzetten, moeten wij gaan volgen. Ja. Nou, dat is redelijk dus wat je doet. Ja. En we pikken dat, als wat dan ook. Ja. Dus wat maakt dat de mensen, terwijl ze het weten, ze weten wat ze weten, maar ze zien het niet, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, klopt. Dus wat is er voor nodig om ze, mensen noemen het wakker ontwaken, wakker te schudden, dat vind ik allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dat is veel meer, er is intrinsieke motivatie nodig. Het is allemaal extrinsieke motivatie die we proberen te pushen door ze wakker te maken. Argumenten, ruzie, dat gaat toch niet werken. Ik kan niet mijn bovenburen van overtuigen dat ze die klote muziek uit moeten zetten. Mm-hmm. Totdat ik de pijn omhoog ga. Iemand gaat schelden over zijn moeder, over zijn vrouw, over zijn dochter. Mm. Dan komt in één keer horen we geen muziek of juist wel. Mm. Dus wat voor pijn moeten we lijden? Welke pijntriggers, of als misschien is het niet een pijn, misschien een andere trigger, moeten we gaan bereiken voordat we die omslag gaan maken? Ja. Ja.
Als ze het antwoord weten, dan zijn we natuurlijk de winnaar van de loterij. In de media gooien. Maar dan wordt het gecensureerd waarschijnlijk. Maar, maar wat zou de oplossing van kunnen zijn, kunnen worden? Wat moeten we onze dochters, onze zonen, onze kinderen doorgeven? Ja. Moeten we terug naar shamanentijd? Ja. Moeten we ja, terug naar de jungle? Wel. Ja, denk het wel. Ja, is dat het? We krijgen voorbeelden van... Terug naar de oorsprong. Ja. Terug naar de oorsprong, is dat het? Maar de oorsprong is al lang weg. De Amazone is bijna weggekapt. We kunnen hem zelf weer maken in het klein. Ja. We beginnen er weer mee. Zou dat de oplossing kunnen zijn? Wij zetten 5000 bomen neer in een weekend met 15 scholieren en 15 volwassenen. 15 kinderen en 15 volwassenen. In één weekend staan er 5000 bomen op het terrein. Dat meen je gewoon. Ja, dat gaat heel makkelijk. Dat is gewoon een trein die loopt. Dat gaat... En dan zit daar nog een leraar van een school bij ons in de buurt. En er zitten kleine kinderen bij en die zeggen van... Nou, als je het boompje in de grond zet... Hè, en je geeft hem een wens naar het boompje toe van... Hier kan je goed groeien en dit is jouw plekje en maak je mooi en doe dat. Liefde, aandacht, dat is gewoon, intentie. Die intentie gaat naar dat boompje toe via dat kind. En dat is toch een interactie. Ja, het klinkt heel gek dat ik dat zo zeg, want sommige mensen snappen dit natuurlijk niet. Maar dit is wel een essentie die belangrijk is. En waarom leren we dat niet op school? Ja, dat klopt. Waarom leren we dat niet van onze mentoren? Ja. Waarom leren we dat niet in onze geschiedenisboeken? Dit was een leraar, dit was een hoofd van een school. Ik vind het heel knap dat hij dat heeft gedaan. Hij is waarschijnlijk only lonely. Ik ken er weinig mensen die op die manier hun, weet je, put the money where the mouth is. Ja. Dus wat voor leiders hebben we dan nodig, wat we nu ontbreken? Ja. Wat voor leider zou ons naar de volgende level kunnen helpen, denk je? Nou, ik denk dat we onze eigen leider moeten zijn. En ja. Dus die 10 ontbrekende moeten gewoon wakker gemaakt worden. Moeten gewoon aangestoken worden. Ja. Ja. En dus toch van binnenuit, niet van buitenaf. Ja, van binnenuit. Ja, klopt. En ja, als je dan in communities wil zijn, maak ze klein. Maak ze niet zo groot. Want als ik in één community niet kan leven, zou ik maar zeggen, dan ga ik naar een andere community waar ik wel pas. En nu hebben we eenheidsworst, want dat wordt gecreëerd. Hè? Allemaal straks is de neus dezelfde kant op. Media doet dat natuurlijk. Neus dezelfde kant op. Alles dezelfde kant op. En dan krijgen we een eenheidsworst. En dat Oké. Okay. En hoe ga je dit dan omdraaien in een business? Hoe ga je nou hier een positionering bij? Hoe gaan jullie dat nou aankomende tijd gewoon aanpakken? Als die de grote visie is. I don't know. Als dit het is wat jullie achterstaan. Volgens mij wel. Als dit nou onderliggende filosofie, als ik dat mag zeggen, ideologie, en als dit onderliggende brandende vlam, ik zie jullie allebei. Ja, je komt nou een stukje op grafreden uit, hè? Ik zeg niks, uiteraard. Ja, zeker. Dus, absolutely. Ja, je moet ik denk dat je gewoon, je moet voor jezelf beginnen. Wij willen dat ook heel graag. We willen een kleine community zijn. Er gaan maar een paar mensen in zitten, maar wel met een voedselbos eromheen, dat eten uit het bos komt. En dat er een moestuin is, dat we met z'n allen dat bewerken, maar wel allemaal op onszelf wonen in principe. Hè? Mm-hmm. Dus dat lijkt me wel het goede item. Dus dan begin je bij jezelf. Nou, als dit aanstekelijk werkt op andere communities of op andere mensen die dat ook willen gaan doen, dan kunnen we allemaal zulke communities gaan bouwen. En ja, dat is als wij doodgaan in principe, hè? We hebben het al over gehad. En we kunnen dat. Maar nog lang niet hoor, dit is nog lang niet uitgevoerd. Dus alsjeblieft, de aankomende 100 jaar hebben we jullie nodig. Dus blijf alsjeblieft nog even. Mijn vader is 95, dus ik hoop... Daarom. Ik heb gisteren, even kijken, moeder van mijn schoonvader is gisteren 99 geworden. Dus weet je, gaaf. Ja, echt, die is nog heel scherp. Die is absoluut. Dus, yes. En er wordt binnenkort natuurlijk een pil uitgevonden, iets uitgevonden dat er met z'n allen nog 120, 150 weet ik veel gaan worden. Ja. Dat hebben de shamanen al lang uitgevonden, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus hoe gaan jullie dit naar buiten toe zenden? Zodat we daar kleine communities, kleine masterminds, kleine gemeenschappen kunnen bouwen. En daarnaast daadwerkelijk die leiderschapsrol op jullie te gaan nemen. Want inmiddels, Marianne zegt altijd voor de grap, ja, we doen zoveel, ik ben niet tevreden met het resultaat, dat kan veel beter, de blog hebben we dat gedaan, ja, we zijn digibet, af en toe hoor ik je dat nog steeds. En denk van, ja, echt niet. Jullie zijn echt in die 6 weken dat ik jullie ken, 7 weken, zo mega gegroeid. Dus wat zou het ultieme doel zijn, laat ik zeggen, over 3 maanden? Wat zou daar, je nou gewoon echt, als we daar gewoon kunnen fantaseren, of course komt dat nooit uit, al die dingen dat mensen, waarom zei je dat open? Dus even vanuitgaande, dat van de
plezier is. Even zonder de druk, verantwoordelijkheid. Meteen gewoon keihard op 100 zetten. Misschien of juist wel. Wat zou het ultieme beeld zijn dat je zegt van... Oké, het is vandaag 10 april, mei, juni, weet ik veel. 10 juni. Volgens mij het begin van Olympische Spelen of een EK of WK. Weet ik veel, iets gaat gebeuren. En dan waar staan we dan? Nou ja, wat wij hopen is dat we toestemming krijgen van de gemeente... om het stuk agrarisch land wat we hebben... omdat we daar een paar units neer mogen zetten. Dat is punt 1. Maar ja, punt 2 is... er moet ook nog geld zijn om dingen te bouwen en hoeveel neer geld? Te zetten. Hoeveel geld? Let's talk about it. Hoeveel geld zouden we nodig hebben? Zou het in miljoenen gaan? Ja. Hebben we het over miljoenen? Ja, als we heel bescheiden zijn. Als we bescheiden zijn, dan... Als je niet bescheiden... Gewoon, wat budget? Dus we hebben het over een business. Wat voor business budget heb je nodig om dit te bewerkstelligen? Het klein. Dus zo klein als wij het nu... Als wij het bedenken. Maakt me helemaal niet uit, zoals jullie het bedenken. Ja. Klein of groot, ik zie dit. Jullie zien het. Ik zie niks. In het groot weet ik niet hoeveel miljoenen om hoeveel miljoenen het dan gaat. Kijk, in het groot denk ik aan Nederland, België op zijn minst. Maar zeker heel Europa. Mm-hmm. En ja... En als we dat over 3 maanden al in het klein kunnen doen? Als we over 3 maanden in het klein kunnen doen, dan hebben we toestemming van de gemeente. Dan kunnen we die stukken land gaan verkopen. Maar we hebben niet alleen toestemming van de gemeente nodig, maar ook nog eens van de provincie. En die heeft de grootste bek. Dus er moet heel wat gebeuren in die tijd. Ja, stel je voor dat het lukt. En dan? Als het lukt, dan hebben we voor dit project hebben we ongeveer 1,5 miljoen nodig. Oké, hoe komen we aan die 1,5 miljoen? Door digitaal te gaan. Digitaal te gaan, ja? Is dat de nieuwe weg? Is dat online digitaal te gaan om het te doen? Dat is onze wens. Ja. Ja. Of het wens is, of dat haalbaar is over 3 maanden, dat lijkt heel snel. Ik bedoel, we moeten nog leren bloggen, we moeten nog van alles leren. Stel je voor dat je het allemaal, stel je voor, ik doe gewoon met een toverstap, rint het in zo'n ding. Ja. Ik ben de aardige vee, hoe noem je die? Die vee uit Cinderella, hoe heette zij? Flora, fauna, ik weet niet. Die ene die zong terwijl ze dat deed. Cinderella. Precies. Ja, Cinderella. Cinderella. En dan, wat ontstaat er dan? Wat hebben we dan? Wat zie je dan voor je? Dan worden daar 4 dooms gebouwd. 4 hele mooie dooms. Wat is een doom, just in case dat mensen het niet weten, zoals ik? Een doom is een ronde koepel op de grond. Mm-hmm. Van deels van glas, deels van in ieder geval van het liefst van hout, houten ribben en veel glas. En aan de achterkant, zeg maar aan de noordkant, oost- en westkant ook voor een deel grond erop, sedum erop, planten erop. En dan is het een glooiend landschapje geworden bij ons achter. Okay. We hebben het dan over 2 hectare ongeveer, waar die zijn. Glooiend landschapje in de vorm van voedselbos, daar hebben we dan iemand voor aangetrokken. 2 iemand, eventueel mensen met echt goede kennis daarover, om ons te helpen. We houden daarmee met bekkens water, houden we het water ook vast op het terrein. Okay. En voor de hele omgeving in feite, ook voor die boeren om ons heen. De mensen die daar komen te wonen, we hebben er dus 2 gegadigden voor. De ene is een sjamaan en de toevallig vrouwelijke. En nog een... Amerikaanse die hier per ongeluk terecht is gekomen, dat de man hier moest werken in Eindhoven. En die gaat haar danslessen weer geven en haar vrouwentribes. Dus niet sjamaan, maar... Komt redelijk dichtbij met dansen. Het komt heel dichtbij, ja. Dus het begint al aangetrokken worden. Ja, dus jullie beginnen nu al gewoon te gloeien van... Het is al aan het gaan. Het is aan het gaan. We kunnen zelfs om te beginnen, omdat het er nu nog niet is, kunnen we zeggen van nou, die grote veestal van ons, 20 meter... Ik stuur mijn bovenbuur naar jullie toe. Boem, boem, boem. Ja, je hoort het, hè. Nou, we gaan hakka doen. Dat weet ik ja, nu al, oh, dat geweldig. Doet zij. Ik dacht van, oh, dat is zo'n mooie danseres. Maar en zo'n prachtig, mocht jij die hakka even gaan doen. Die weet wat hakka is. Nou, dames en heren, check op YouTube hakka, dan weet je waar we het over hebben. Ja. En zet het geluid zacht, zou ik je aanbevelen. Het nou ja, het stampen maakt zoveel lawaai dat het hele dorp wakker wordt. Ja. Dat is gewoon, dat moeten we echt in werktijd doen. Wake up call. Ja, zeker, zeker. Oké, wauw. Ja. Dus als we dat zo doen en als we volgende keer gewoon weer bij de podcast zijn en dat we het gaan vieren. En over 3 maanden, over 1 jaar, wanneer dat lukt, wat is dan het plan? Over 1 jaar, dan zijn we Nederland-België ook kunnen doen. Dan gaan we dat idee van dupliceren. Van kleine, ja, dat gaan we dupliceren. Okay. Stel je voor dat iemand luistert. Stel je voor, ik heb ooit, even kijken, hoe heet het? Think and Grow Rich. Daar is een fragment bij Think and Grow Rich, die zegt een dominee,
ik weet zijn naam even niet uit mijn hoofd. Die dominee had al heel lang het gevoel dat hij $1 miljoen nodig had. Die zat in een stichting met kinderen. Die wilde dat uitbreiden, die wilde dat zelfvoorzienend laten zien. Maar er was een budget, 1 miljoen ook echt. Die had het nodig. Op een gegeven moment was een hele week had hij dat idee. Dus dat idee was bij hem ergens geïnspireerd, zaadje was geplant. Mm-hmm. En hij had voor de zondag moest hij een speech voorbereiden. Hij denkt van, nou, dat idee, ik kan er niet van slapen. Dus zaterdagnacht heeft hij niet geslapen. Heeft hij zijn preek geschreven, uitgeschreven. Je kent zo'n donkere dominee. Ja, precies. Helemaal geïnspireerd. Hij zegt, ja, wat heb ik te verliezen? Maar wat hij slim had gedaan, op de volgens mij donderdag of vrijdag had hij een reporter gehad, journalist gehad. Die had gezegd van, als reclame voor die dienst, want dat komt iedere keer in de krant. Van, what would I do with $1 million? Was de titel van zijn preek. Okay. What would I do with $1 million? Mm. Nou, guess what? Hele kerk vol, natuurlijk, iedere zondag. Wat gebeurde er? Hij was helemaal in spanning, tanden poetsen voor de spiegel. Dan kijk je zijn preek nog een keertje naar. Oeh, van de hele nacht niet geslapen. Hij gaat naar de kerk, dan gaat hij daar zich voorbereiden. Een glas water bij, dominee kunnen. Ja, zeker, zeker. Shit, mijn preek thuis vergeten. Ja, hoe lang heb ik nog? Nog 30 seconden, you're on. Het is bijna een uitzending. Oké? Okay? Dan maar zo. Dan maar zo. Ja. Dus hij zegt... Doet Eva ook. Exactly. Dan maar zo. Hij is gewoon gaan staan. Hij heeft zijn ogen dicht gedaan. En hij heeft gezegd wat hij moest zeggen. Terwijl hij dat deed, natuurlijk wordt hij gestuurd. Ik bedoel, iemand die op die manier dat brandende verlangen op die manier kan uitspreken. Helemaal tof. En hij zegt, ja, weet je, toen ik dat deed, ik wist zeker, vandaag is de dag van $1 million. En wat doe ik dan mee? Dus hij zou de orphans, hoe noem je dat? Weeskinderen helpen. Daar zou een instituut, dat is het echt. Het instituut heet iets van Orphans of Illinois. Of dat is een stad, whatever it is. Dus op een gegeven moment was spreek, ogen dicht. Iedereen helemaal in tranen natuurlijk, whatever. Komen ze hem een hand geven. Staat een geweldige man achter in de kerk. Die gaat opstaan. Terwijl mensen naar hem toe gaan, natuurlijk de zegeningen krijgen en zo. Weet u, in Amerika gaat. Gaat hij naar hem toe, dan zegt hij, geeft hij de dominee een hand. Niet de dominee, ik ben echt zijn naam vergeten. Ook van diegene die zei, mijn naam is something something. Als u morgenochtend om 10 uur naar mijn bedrijf komt, dan heb ik $1 miljoen check voor je. Wow. Hij denkt, nee, dat kan niet. Hij zegt, maar Ben, ja, het is mijn visitekaartje. Mijn naam is, ik weet niet meer hoe die heet, die man. De dominee zegt, nou, oké, geweldig, dan zie ik hem morgen. Maar nog steeds gelooft hij dat. Hij denkt, hè, is waarschijnlijk een oplichterij of aandacht trekken, omdat al die mensen bij hem. Mm-hmm. Volgende ochtend, om 10 uur. $1 miljoen. Ja, en die stichting is naar die goede man die financierde gezet. Daarna is door volgens mij staat Illinois of whatever overgenomen, bestaat nog steeds. Mm-hmm. Dus what would I do $1 million? Dus stel je voor dat dat jullie wens is, jullie verlangen. Stel je voor dat iemand luistert, what would I do with $1 million? Dus doe je pitch, zou ik zeggen, als afleiding. Doe je pitch van wat zou jullie doen als er nu een goed heilige man is. I don't know, een dominee. Jullie zijn de dominees, we hebben een behoorlijk bereik. Wat zouden jullie doen met $1.5 million? Nou, we zouden in ieder geval om te beginnen reclame maken voor ons kleine projectje. Met de dooms en het samenleven met mensen op hun persoonlijke manier. In een mooi landschapje, een natuurlijk landschapje. Met natuurlijke begroeiing waar je van kunt eten. Je noemt het landschapje, maar het is half hectare, zei je toch? Ja, het is twee hectare. Dat is een redelijk landschap. Ja. In mijn ogen, het is niet een landschapje. Het is voor jullie niet. Ja, want jullie werken iedere dag op dat veld. Maar als ik zeg 2 voetbalvelden, 3 voetbalvelden, hoeveel voetbalvelden zijn? Nee, 2. Een hectare is een voetbalveld. Dat zeg ik, 2 voetbalvelden, dat vind ik redelijk. Een achtertuin, zeg maar. Ja, ja. 20.000 vierkante. Ja, toch? Dat is redelijk. Dus het landschap, oké, ga door. Mensen hebben ruimte nodig. Yes. Mensen hebben fysieke en mentale ruimte nodig. En ze moeten elkaar willen kunnen helpen. En mensen die elkaar willen en kunnen helpen, daar is ruimte voor. Daar is plek voor. Daar is plek voor in ons hart. Iets meer dan 1,5 meter dus, maar... Ja, heel dicht bij elkaar. Nee. Aha. En dan? En dan hebben die mensen die ruimte, dan staat het daar. En wat ontstaat er dan als resultaat daarvan? Nou, als resultaat daarvan betekent dat we kunnen leven en werken op de manier zoals we willen. Dus we kunnen de mensen leren wat we te leren hebben. Iedereen, wij op onze manier en die mensen op hun manier... We kunnen samenwerken, want dat maakt het nog groter. Het maakt het altijd sterker en krachtiger. En zo'n samenwerkend klein unitje zouden we dolgraag willen multipliceren. Heel vaak kleine stukjes die steeds groter worden. Die een grote spetter worden op de aarde. En overal plek kan krijgen.
En er zijn plekken zat. Oké, dus mocht je die ene zijn die achter in de kerk zit, die denkt, hey, ik heb hier wel wat, sponsorgeld liggen, ik heb hier wat liggen, ik wil daar graag gebruik maken. Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kan ik jullie project ondersteunen? Hoe kan ik jullie vinden? Hoe kan ik met jullie contact opnemen? Nou, ze kunnen ons altijd vinden op LinkedIn. Yes, Marianne Witmer. Let op, ze doet iedere ochtend heel braaf haar ochtendpost. Ja. Binnenkort komen de blogs, binnenkort komen de video's, binnenkort komen een heleboel leuke dingen aan. Binnen 3 maanden. Binnen 3 maanden, absoluut. Ja. Yes. En op zerofield@zerofield.nl kunnen ze ons ook bereiken. Zerofield.nl, great. E-mailadres en op zerofieldwebsite.nl. Dan moeten ze met je contact opnemen. Ja. Oké, dan ga ik jullie meteen de blessing geven van de way. Dat is een van de vaste items in ons programma. Dus ik ga hem gewoon starten. Let's see what happens. The blessing of the day. En als eerste wil ik jou vragen, Marianne, om eentje te pakken. Niet vertellen wat het is. Die. Niet kijken, nee. Wim. Die heb je toch niet. Kijk. Die heb je toch niet. Dat maakt niet uit. Oké. Yes. Zo, Marianne, wat heb je daar? Ik heb daar... Be stubborn about your goals, but flexible about your methods. Oh, wow. Be stubborn about your goals, but be flexible with the strategies and middelen and your methods. Yeah. Fantastisch, die mag je houden. Absoluut, yes. Wow, lieve Wim, ik ga naar de microfoon toe, kijken of ik hem naar je toe kan trekken. Yes. Ja, dat wil ik eigenlijk bijna heel hard gaan roepen en zeggen. Ja, shoot gewoon, je kan heel hard, doe maar. No one has ever become poor by giving. Yeah! Nou, ik bedoel, als de kaarten konden spreken, dan had je niet betere kaarten kunnen treffen dan deze kaarten. Ja, we zijn ook altijd zo'n aanvulling op elkaar. Ja, geweldig. Dit hoort zo bij elkaar. Echt, ik wou dat ik jullie nog 2, 3, 5, 80 uur hier bij me had om van jullie te horen. Binnenkort komen jullie weer nog een keertje. Gaan we het weer over hebben, gaan we weer doen. Ik wil jullie feliciteren met geweldige visie. Geweldige missie die jullie hebben. Echt, het is een waar genoegen om jullie in onze kleine community te hebben. Die groter aan het worden is. Op die manier, jullie zijn echt een lichtend voorbeeld voor iedere ondernemer. Jong en oud, man of vrouw, maakt niet uit. Jullie zijn echt inspiratie. Ik wil jullie bedanken. Dankjewel allebei. Het is me een waar genoegen. Geweldig dat jullie hier waren. En dames en heren, premium members, je hoort het. Nou, dit is dus wat er kan gebeuren. Dus wil je meer weten over Marianne of Wim, kijk naar zerofield.nl. Zo niet, check Marianne op LinkedIn. Ze doet iedere dag een ochtendpost. Er komen mooie blogs, mooie video's. Dankjewel voor het kijken. Mocht je vragen hierover, neem contact met ze op. Stuur mij een mailtje. Dan zal ik jullie ideeën of wat dan ook, als je met ze wil overleggen, zijn hartstikke blij met iedere samenwerking dat jullie met ze aangaan. Dankjewel voor het kijken. Dit was me waar genoeg. Ik ga de intro erin gooien. Zoals altijd, blijf nog heel even zitten. Want we gaan naar de intro. Ja, nog een tip? Ja, tuurlijk. Ga. Ik wil een tip geven. Oh, let op, dames. Wacht even. Dan ga ik deze opstarten. Dat is die. Let's see. Want dan benoem ik jullie bij deze de... De influencer van de week. Als je iets met ziel en zaligheid wil, blijf doorgaan. Het gaat je lukken. Yes. Dus bij deze, dankjewel. Doe alles ziel en zaligheid. Ik zal de outro erop gaan knallen. Dankjewel. Tot de volgende keer, dames en heren van Premium Members. See you later. Dit was mijn waar genoegen. Dit was geweldig. En hier komt de intro. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Zie ze nou. Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Jullie maken echt een verschil. Dankjewel. Ja, see you later allemaal. Dankjewel. Later. Dankjewel. Super goede leraar, jongen. Heerlijk.